proeven worden uitgevoerd tot een vooraf bepaalde drukkracht. Samen met de bereikbaarheid is dit bepalend voor het type machine dat ingezet wordt. Het aantal proeven en de drukkracht kiezen we in functie van de te verwezenlijke constructie en de te verwachte grondlagen. Een diepsondering gebeurt door stangen hydraulisch in de grond te drukken tegen een genormaliseerde snelheid van 2 cm per seconde. Het eigen gewicht van een rups- of bandenvoertuig levert de tegendruk nodig voor het in de grond duwen van deze stangen. Tijdens de werkzaamheden meten we de weerstand die de punt bij het indrukken ondervindt. Deze weerstand is een parameter voor het bepalen van de bodemvastheid.